Samen met onder meer de ZZG-zorggroep gaat de vrijwilligerscentrale in Nijmegen zich inzetten om de vele vrijwilligers die nu actief zijn in de woonzorgcentra in de stad en regio te behouden. Ouderen moeten langer thuis blijven wonen. De woonzorgcentra in het land lopen daarom langzaam leeg. Maar in Nijmegen zijn nu zo'n 1000 vrijwilligers actief in de woonzorgcentra. De vrijwilligerscentrale moet zien te voorkomen dat deze mensen verdwijnen uit het vrijwilligerswerk. De woonzorgcentra, daar zijn heel veel voornemens van om die huizen eigenlijk letterlijk af te breken. Ja. En dat heeft te maken met het hele beleid dat mensen eigenlijk gewoon langer thuis moeten blijven wonen. Sommige mensen willen dat natuurlijk ook heel graag. Wat is er mooi als je hele leven verder in je eigen huis te kunnen blijven wonen. Maar er zijn natuurlijk ook mensen die al in verzorgingshuizen en woonzorgcentra wonen. En daar zijn heel erg veel vrijwilligers actief. Mensen gaan weg. Vrijwilligers weg. Ja, die wil je natuurlijk behouden. Ja, natuurlijk. Want die mensen die hebben nog steeds ondersteuning nodig van vrijwilligers. Die mensen zijn niet ineens weg. Die gaan waarschijnlijk of naar kleinschalig wonen of weer naar andere woningen in de wijk. En daar hebben zij natuurlijk nog steeds ondersteuning bij nodig. En dat kan iets anders zijn. Andere ondersteuning als nu in een woonzorgcentrum. Ja. Dus de vorm is misschien wat anders of de inhoud. Maar ondersteuning hebben mensen natuurlijk nog steeds nodig. Het gaat om mensen van 80 tot 100 jaar. De grootste groep. Ja, daar kun je bij voorstellen dat dat echt nog wel een vrijwilliger daar heel erg bij nodig kan zijn. Mirjam Kaptein van de Vrijwilligerscentrale werkt met diverse partners aan een plan om deze vrijwilligers te verleiden actief te worden in de wijken. Bijvoorbeeld bij buurtjes waar veel ouderen wonen. Er zijn ook plannen om de komende jaren talloze nieuwe seniorencomplexen zonder zorg te bouwen. Na de zomervakantie hoopt de Vrijwilligerscentrale een actieplan te kunnen presenteren. Op dit moment zijn natuurlijk die vrijwilligers allemaal min of meer in dienst bij de woonzorgcentra. Daar hebben zij ook een coördinator waar ze terecht kunnen, die dat allemaal coördineert, de inzet van vrijwilligers. Dat valt onder de AWBZ. Van daaruit wordt het gefinancierd. Straks verdwijnt dat dus. En heel veel van die middelen die zullen waarschijnlijk ook overgaan naar de WMO. Dat is ook zo'n beweging. En in dat hele proces, daar zijn natuurlijk een aantal partijen bij betrokken. Zoals een gemeente die daar iets mee moet. Met een hele nieuwe invulling, een hele verandering als het gaat over dat soort dingen. En de verantwoordelijkheid voor die mensen en het ondersteunen daarvan. Maar zo heb je natuurlijk ook nog andere partijen. Zoals SWON, het seniorennetwerk. Die zijn heel erg ervaren in dienstverlening aan ouderen als het gaat over zorg en welzijn. Daar sluiten formele en informele zorg ook heel erg goed op elkaar aan. Dus daar zijn we in ieder geval mee in overleg. En met de zorggroep Zuid-Gelderland, waar natuurlijk de vrijwilligers actief zijn, de coördinatie plaatsvindt. En SWON als eigenlijk een expert, ook op dat gebied, maar meer in de wijk. Die zijn ook betrokken bij de sociale wijkteams. En daarnaast de gemeente. Dus ja, op dit moment zijn we in ieder geval met elkaar in overleg van hoe zou dat plan eruit kunnen gaan zien. En visie moeten we natuurlijk delen. Daar zijn we al heel ver mee. De ondernemingsraden moeten natuurlijk betrokken zijn. Het gaat ook over betaalde mensen die de vrijwilligers coördineren. En zover is het eigenlijk. We zijn met elkaar in gesprek. En een soort van conceptplan ligt voor om met elkaar daar overeenstemming over te hebben. En zodra dat het geval is, kunnen we verder gaan met de uitvoering. Om in ieder geval zo snel als mogelijk in te spelen op die ontwikkelingen. Als het gaat over de verzorgingshuizen en de woonzorgcentra die gaan verdwijnen. Een 15-jarig meisje uit Arnhem is maandagmiddag gewond geraakt toen zij met haar fiets werd aangereden door een 45-jarige automobiliste uit Arnhem. Het meisje fietste rond 4:15 op de Rijksweg Noord op de grens van Arnhem en Elst. Toen ze ter hoogte van De Laar deze rijbaan overstak en werd geschept door een auto. Het meisje is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht. De automobiliste bleef ongedeerd. Volgens de politie had de fietser de auto voorrang moeten verlenen. En de deuren van het oude pand van Doornroosje in Nijmegen die worden door de jeugd van tegenwoordig op vrijdag 4 juli symbolisch dichtgetrokken. Op woensdag 2 oktober zal de Amsterdamse rapformatie allereerst de deuren van het nieuwe pand naast het station openen. De officiële opening van Doornroosje is op 1 oktober. Bands als Kensington, Go Back to the Zoo en Milo zijn al geboekt voor die maand. Er is op dit moment echt crisis in de evenementensector. De evenementenkalender van Gelredome in Arnhem is maar karig bezet.
De crisis eilt in onze branche nog 2 jaar na, dat zegt directeur Herald van de Bund. Hij heeft na de show van Justin Timberlake natuurlijk de vaste evenementen in de agenda staan, zoals Climax, Hardbass en Monster Jam. De hoofdartiest voor Symfonica in Rosso die moet nog worden vastgelegd, maar verder is het rustig in Arnhem. De straf voor een 25-jarige Nijmegenaar die misbruik maakte van een vrouw die voor hem werkte als prostituee is een stuk lager uitgevallen dan geëist. De rechters in Arnhem gaven de man maandag 2 jaar cel, waarvan 8 maanden voorwaardelijk, met een extra lange proeftijd van 3 jaar. Ook moet de man de vrouw 55.000 euro betalen. Tegen de Nijmegenaar werd 2 weken geleden al 4 jaar cel geëist. Het verschil zit hem deels in het feit dat de rechtbank een kortere tijd van misbruik bewezen vindt dan de officier. En op het Biezenweidje in Westervoort zijn in de nacht van maandag op dinsdag van meerdere auto's de banden lek gestoken. Dat meldt de politie op Facebook. Westervoort is de laatste tijd vaker het slachtoffer van vandalen die banden lek steken en auto's vernielen. De politie is dan ook op zoek naar eventuele getuigen. Wie meer weet kan bellen met 0900 8844 of anoniem via meldmisdaad anoniem op 0800 7000. De bewoners van 20 huizen aan de Tellegenlaan in Dieren zijn allemaal maandagavond weer terug naar huis gekeerd. Hun woningen waren ontruimd vanwege een gaslek in de buurt, waarna ze tijdelijk werden opgevangen in een sporthal. Aan het begin van de avond hebben wij een alarm gekregen dat hier op de Tellegenlaan in Dieren een flinke gaslucht werd geroken. En daarom is gelijk actie ondernomen. Woningen zijn ontruimd. Ook uit voorzorg de woningen van het blok ernaast. Het is eigenlijk een blok van 4 woningen, wat in eerste instantie erg naar gas rook. En daarnaast en daarachter hebben we ook even ontruimd uit voorzorg. En op dit moment, ik denk dat we tegen 9 uur lopen of iets later, kunnen die mensen alweer naar huis. En Liander is druk bezig op dit moment om het gaslek te dichten. Het lek ontstond waarschijnlijk bij graafwerkzaamheden voor glasvezelkabels. Dat meldde de brandweer in de Gelderse plaats. De meeste mensen mochten rond 9 uur weer terug naar hun woningen op de bewoners van 5 huizen na. Zij volgden kort voor middernacht toen de medewerkers van netbeheerder Liander het lek hadden gerepareerd. Is er een grote meting gedaan bij gas, een hoge? Ja, we hebben 80 lel heet het gemeten en dat is toch wel een behoorlijke ophoping van gas, vooral in de kruipruimtes. En we vermoeden dat het te maken heeft gehad met de reparaties hier aan de weg. Er zijn glasvezelkabels zijn ze aan het leggen en waarschijnlijk is daarbij het gaslek of de gasleiding geraakt aan het eind van de dag. Van 5 woningen moesten de bewoners dus wachten tot middernacht voordat ze van netwerkbeheerder Liander te horen kregen dat ook deze mensen weer naar huis mochten.